Er is geen nieuwe Matthijs van Nieuwkerk. Nee, dus dan is ook de vervolgvraag. moet je dan nog wel uh, weer blijven hangen aan het concept De Wereld Draait Door? Ja, nou, aan het concept Talkshow. NBO heeft gigantisch probleem in de vooravond, kopt het AD dit weekend. Vrijdag. Had jij daar de hand in, Angela? <laughs> nee, ah, ah. Eh, Vrijdag kwamen we definitief een einde aan Talkshow M. En vanavond begint het tweede seizoen van Galiet en Sophie. Op social media geven Galiet en Sophie in elk geval de indruk hard te bouwen aan een goed programma met hamer en zand, eh, zaag in de hand. Welkom bij een gloednieuw seizoen van Galit en Sophie. Nou, ah, eerst nog even doorbouwen. Succes! jongens. Khalid en Sophie vanaf maandag dagelijks bij BNNVARA en Vara op NPO 1. Ja, het eerste seizoen was niet een heel groot succes. Er klonk no. kritiek ook uit jouw pen. Uh, de kijkcijfers waren met gemiddeld zo'n 600.000 kijkers niet heel goed. Zeker niet. Wat maar... verwacht je van het komend seizoen? Ja, wat verwacht ik ervan? Ik bedoel, ze zijn druk aan het uh, hameren licht, en zei. Ja, dat klinkt dan ook weer zo onaardig. Ik bedoel, ik ga het vanavond met open vizier verkijken. En ik hoop vooral dat ze uh, een programma gaan maken... wat wel aansluit bij de wens van de kijker. Niet alleen bij die van mij, maar gewoon bij de kijker... die om zeven uur met zijn bord op schoot zit... Uh, of nog een beetje heen en weer loopt, kookt en uh, de boel opruimt... en gewoon op een leuke manier, onderhoudende manier... bijgepraat wil worden over het nieuws van de dag... en over hm. de leuke dingen van het leven... Dat waar de wereld draait door zo sterk in was. En ja, oh, toch weer de wereld draait door. Ja, toch weer de wereld draait door twee jaar later. Ja. Ja, maar hing dat toch niet heel erg sterk op uh, Matthijs van Nieuwkerk? Ja. Dus is... En dat is meteen ook het probleem. Er is geen nieuwe Matthijs van Nieuwkerk. Nee, dus dan is ook de vervolgvraag, moet je dan nog wel uh, weer blijven hangen aan het concept de wereld draait door? Ja, nou, aan het concept talkshow zou ik dan zeggen. Uh, ja, dit super uh, talkshow, Met een leuke ja. tune zoals we net horen. En, uh, nou ja, het gekke is. het natuurlijk. De met de vooravond. Dat was best aardig. Uh, dat sloot aan bij een groot deel van het publiek. En dat bracht in ieder geval de vrolijkheid en de lichtheid ook vaak. Uh, die de wereld door ook kenmerkte. Um, dat moest weg. Paste niet bij Bien en Vara. Was niet links genoeg. Niet progressief genoeg. Niet wok genoeg, om het zo te noemen. Mm. Um, maar ja, weet je. Als je nu gaat concluderen. er is niemand die het op een goede manier kan. zo'n dagelijkse talkshow. Ja, dan zou dat wel een enorme. Een, ja wat vlater voor de NPO zijn want maar... als je geen, om zeven uur niet een actuele talkshow kan maken die een minstens een miljoen kijkers aan je bindt Een miljoen kijkers dat, ja dat is toch niet heel gek N nou zijn er veel programma's die dat halen Magie wat vind jij uh, uh, nou ja uh, nee ik, ik dan ik zitten het we niet. nog onder het gemiddelde van de wereld door, hè met een miljoen ja je ja, 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 het ja, heel ja. voorzichtig ja, ja, nou ja, je, je ziet natuurlijk inderdaad dat, dat de publieke omroep wel met dit uh, tijdslot aan het worstelen is. Dat is natuurlijk absoluut waar. En, want ik heb begrepen dat dat van uh, Galit en Sofie ook al gezegd is dat het de laatste, uh, het laatste seizoen is, waarschijnlijk. Hè? Dus... Nou, ze krijgen de kans om zich te bewijzen. Ja. Tot de zomer. Oh, zo nou, leuk ja. om dat te horen. Ja, ja nou ja, dus. Dus eigenlijk niet zitten met jullie, maar goed, je mag het nog één keer proberen. Je mag het nog één keer proberen. Dat neem je natuurlijk wel meteen in je uitzendingen mee. Hè? Dus dat. Uh, en ja, ik, ik misschien, het, het is aan de ene kant misschien het eh, erkennen van... We, we hebben op dit moment niemand die het zo kan doen zoals het was. Misschien moet je dan ook bedenken... dat je met dat, eh, met, met, met dat tijdslot iets anders gaat doen. He, we maken de, bij de publieke omroep hele en, en dat je al je energie gaat richten op een hele goede eh, uh, late-night talkshow. He, want mm -hmm. dat is, daar zie je natuurlijk ook dat de, la, de, de kijkcijfers niet altijd... Niet, 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 of teruglopen en, en dergelijke. Maar toch is dus misschien je moet dat... je wel radicaal denken... Ja, maar er is met dat tijdstip wel iets merkwaardigs aan de hand. Want wat de zit, één vandaag, dat scoort wel een miljoen ja, kijkers. Ja. En het journaal daarna scoort ook een miljoen. Meer dan? Bijna twee. Ja. Ja. Uh, en tussendoor gebeurt er dan iets. Nee, dus het sluit, niet niet aan, het sluit gewoon niet aan bij de wens van de kijkers. En nog even uitgestippeld dan, want jij zegt, ik wil daar dan als kijker, of de kijker wil daar uh, met het bord op schoot, bij wijze van spreken, of met het toetje, uh, het gesprek van de dag zien. Hm. En ook nog wat uh, zaken die het leven leuk maken. Nou ja, op Muziek, het moment kijkt de kijk vooral naar binnen buiten op dat tijdstip en naar RTL Boulevard. Dat zijn de twee kijkcijferkanonnen op dat uh, tijdstip. Maar ik vind dat uh, hoe heet het, je hebt een publieke omroep die heeft een bepaalde taak. Uh, die heeft een traditie van om zeven uur s avonds al 15 jaar lang uh, de mensen bijpraten over wat er in de wereld gebeurt. Ja, als dat nu niet meer kan, omdat je geen goede presentator hebt. Dan uh, is dat denk ik niet de goede motivatie om het nu maar overboord te gooien. Zou Lubach het kunnen doen? Ja, ik zou het heel leuk vinden. Iedere avond 7 uur Lubach. Moet hij het wel live gaan doen of nog eerder op de middag opnemen? Dat is het probleem. Hij maakt geen uur. Dus dat zie ik uh, tussen 7 en 8, zie ik hem niet vullen. En uh, hij neemt nu op tussen half zes en half 8 s avonds. Nou ja, dan is hij om tien uur op de buis, dus reken maar terug, dan moet hij om half drie gaan opnemen. Nou ja, dan is de dag net begonnen. Dus ja, zie dan maar zijn een uur dat... te vullen met, uh, met actuele satire. Dan wordt ja. het een grap van de dag ervoor. Maar Sylvester, is er sprake vandaag. Ja, aan de andere kant hoor ik wel dat uh, het idee van, uh, van Lubach, uh, het, het, ik, ik heb een, uh, een zoon thuis, 19 jaar, ze vinden het allemaal geweldig, die leeftijdscategorie, wat je, wat je doet met dat programma, is dat je toch wel een uh, behoorlijke mix krijgt van mensen die gaan kijken. Want jongeren, die vinden dat ook hartstikke leuk. En het zou wel mooi zijn als je op dat tijdstip, hè, ook wat je zegt, eh, Angela. Publieke omroep heeft een taak. Uh, ja. Ja, toch iets op de buis kunt brengen wat, wat, wat breed bindt... en waar, waar mensen breed naar kijken. Dat het een breed publiek aantrekt, zal ik maar zeggen. Ja. En ik vond het wel heel, heel leuk van die, van, die, van die jonge gasten. Ik hoorde ze thuis bij ons praten over dat Lubach. We gaan kijken vanavond. Ik dacht van ja, ik vind het toch wel leuk dat zij zo uitgesproken zijn... en dat een leuk programma vinden. Daar kan je wel Zeker. iets mee doen. Ja. Ja, maar nou goed, het zit om tien uur nu ook goed, denk ik. Doet heel goed op, op dat tijdstip. En je ziet dat op één er wel weer door enigszins in de lift zit... Ja. Uh, de laatste dank, tijd. Ja, ja. Met ja. dank aan Lubach. Ja. Maar iets geheel nieuws dan misschien? Wat, wat, wat zou dat kunnen ja, zijn? Dan? Gaan nu, iets geheel ja, nieuws? Ik ga er niet over. Ik hoor wel wat scenario's waar ze nu over uh, aan het denken zijn. dat mocht Galit en Sofie dus inderdaad niet beter worden dan, uh, dan afgelopen seizoen. Uh, dat ze misschien wat gaan schuiven her en der. Maar ik hoef de concurrentie ook niet wijzer te maken. <laughs> <Concurrentie>. <laughs> Welke scenario? De, onze concurrenten van de andere kranten en de andere media. Oh, liggen. zo. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, nou, maar ligt iets meer een tipje van de sluier op dan. Want nou nee, wat ik zeg, je zou kunnen gaan schuiven met bepaalde programma's. Ja. Ja, daar wordt natuurlijk aan gedacht. Nou ja, ze moeten iets. Kijk, en uh, ik vind het altijd leuk als je er met mensen over in discussie gaat dat mensen roepen: "Ja, maar er zijn genoeg mensen bij de publieke omroep of verhaal iemand bij de commerciële vandaan die het zouden kunnen." En dan denk ik altijd, nou weet je, de mensen die dit echt kunnen, die en een politicus scherp kunnen interviewen, die en die vervolgens en een artiest kunnen interviewen op een manier over een nieuwe plaat die dan toch weer boven de middelmaat uitstijgt. Die en hun stempel op zo'n programma drukken, maar ook nog genoeg charisma hebben om iedere dag naar te willen kijken als kijker. Ja, die zijn er niet zoveel. Oh, ik dacht dat je gezegd, die werken al bij de publiek omhoog. <laughs> nou, je had <laughs> natuurlijk de top drie: Eva, Jeroen en uh, Matthijs. Nou ja, die doen uh, allemaal iets anders. Mede uh. door de salarissen die natuurlijk niet uh, toren. Hoog zijn. Maar, maar hoe, hoe kan het nou dat er helemaal geen uh, nieuw talent aan klaar staat dat dat wel zou kunnen gaan doen? Ja, er is of er af. Hij de... Ja, er is gewoon heel weinig aan talentontwikkeling gedaan. Mm. Je zag. Uh, de, de afgelopen tien jaar zag je wel een, een duidelijk patroon in de carrière van Eva Jinek. Die natuurlijk in de ochtend, en toen op de zondagmiddag en een keertje op vrijdagavond. Nu zie je bij Splinters Jabot dat daar ook wel enige talentontwikkeling mm. uh, gebeurt. En dat er in de loote uh, iets wordt gedaan. Dus daar zie ik over tien jaar ook nog wel een, uh, een carrière voor. Weet je, uh, je moet ook wel enige levenservaring hebben, toch, om zo'n programma te presenteren en, en enige bagage en weten wat er speelt in de politiek. Maar giet rondom corona ging al een ging een tijdje heel goed met de talkshows. Ja. Dat was eigenlijk ook rond het begin van op 1, volgens mij ook. Dat scoorde veel gekeken. Dat zag je inderdaad wel, hè? Dat, dat toen we allemaal in de ban van corona waren, de, de, de talkshows het, het goed deden. Ja, maar waarom nee? is dat rondom de oorlog dan niet? Ja, nou ja, zeg het maar. maar. De eerste week wel hoor. De eerste, eerste week zag je week wel, de, de ja, kijkcijfers wel gingen de kijkcijfers wel omhoog, maar uh, dat is nu eigenlijk ook wel weer afgelakt. zeg het maar, kijk, in nee. corona uh, konden we ook weinig anders dan televisie kijken, hè, zou je kunnen zeggen. Dat, dat is misschien een verklaring. Ik denk dat een verklaring ook wel is dat, um, dat het voor, voor zeker een, een late night talkshow geen lekker onderwerp meer is. Mensen, hey, je, hebt, je hebt het uur journaal gehad, je hebt een van gehad, je hebt nieuwsuren. Uh, je wilt dan misschien niet weer oorlog. Dus dus het is wat dat betreft ook niet leukst voor dat je naar bed gaat ja dat denk ik wel ja. dus mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1 app download hem nu wie luistert weet meer